Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Sjors van Hout. Welkom. Dankjewel. En sidekick vandaag, Jelle. Leuk Marlies. Ja, ik heb jou erbij gevraagd omdat ik denk dat jij wel dit thema wel mooi kan verdiepen. Even jou introduceren voor degenen die jou nog niet kennen. Acteur, cabaretier van RAM en Radio Bergijk voor de VPRO, van Houts en de Cats. Initiatiefnemer van de Verleiders, door de bank genomen. En twee solovoorstelling Complot. Nou, dat is een hele rits. Ja. Ja. Mij leek het dus heel mooi dat we een beetje gaan proberen te verdiepen humor. Omdat humor, de nar, de rol van de nar. Omdat we toch hebben gezien dat in tijden van corona, waar we toch nog in zitten, heb jij wel een andere pad genomen dan veel van jouw collega's. Ja, helaas. Ja. Ja, de kunstwereld is ongelooflijk dociel en slaafs in het hele verhaal meegegaan. En dat heeft zich natuurlijk vorige week eventjes gecombineerd in. Toen konden ze echt niet achterblijven met een grote landelijke actie. De Kapsalon Theaterdag. En toen zakte mijn broek echt helemaal af. Want dat was met QR en met anderhalve meter. En met mondkapje. En, nou ja, toen dacht ik. Wat gebeurt hier? Ja, wat is er met de oude rol van de oude nar en de oude kunstenaar gebeurd? Ik kom natuurlijk. Ik ben nu 63 en ik ben opgegroeid toen ik 20 was met dat de kunst de luis in de pels was. En als je de politieke tegenstem kwam heel vaak daar vandaan. Je hoeft maar te beginnen over net de halve generatie voor mij, over Woodstock en de Vietnamoorlog. En daar was het fenomeen protestsong. En er waren ook grote theatervoorstellingen die de wereldpolitiek ter discussie stelden. En die rol is eigenlijk helemaal verslapt, verwaterd. Ja, het heeft mij dus ook, ik ben ondernemer, maar ik zie mezelf toch ook deels als kunstenaar, enorm verbaasd. Ik heb mezelf toch ook altijd als DNA gezien van, wij zijn degene die kritisch kijken naar de samenleving. Of nou cabaretier, kunstenaars, de nar en... Het was zo stil. Ja. En dat is heel erg opmerkelijk. En ik vond het ook diep verbijsterend en zeer teleurstellend. En ook wel heel erg woestmakend. En daarmee heb ik mezelf ook wel een beetje in mijn eigen wereld nu in de hoek geschilderd. Want het wordt me niet in dank afgenomen dat ik mijn collega's daarop aanspreek. Van waar zijn jullie? Wat doen jullie? Dus, ja, je doet het ook, jij gebruikt social media ook, hè? Ik ben nogal actief op Twitter. En ik zet er ook filmpjes op waarbij ik een aanklacht uit tegen mijn collega's. En die vinden dat natuurlijk niet leuk. Maar het is wel raar dat je dacht vroeger, we zijn toch dezelfde DNA. En we staan toch hetzelfde in de wereld. En opeens, dat is natuurlijk de vloek van de hele coronatijd. Waar het huwelijk uiteens splijt het ook dit DNA van in de kunstwereld. En dat is ook wel heel pijnlijk om te merken. Ja, ik kan me voorstellen. Ik vond trouwens wel zelf al, als ik kijk naar jouw oeuvre of jouw poëtica, dat je al veel eerder een andere weg koos, een ander lied zong dan andere theatermakers bijvoorbeeld. Hè? Dus jouw voorstelling door de bank genomen was eigenlijk al, en eigenlijk hele Verleiders, is een nieuwe manier van... Kritisch zijn. Van kritische kunst. Ja, ik maakte met Tom de Cat. Volkse kunst eigenlijk. Mijn partner in crime, Tom de Cat. Daar was ik eerst een cabaretduo. En dan maakten we voorstellingen over de waanzin van de Nederlander. En dan stelden we vooral onze eigen waanzin ter discussie. Hmm. Bijvoorbeeld, wij waren allebei in het cabaret nogal succesvol. En hebben we veel te dure huizen gekocht met veel te hoge hypotheken. Nou, toen brak de financiële crisis uit. En opeens hadden we genoeg van het cabaret en dachten we, nee, we moeten onze oude vak weer oppakken. We moeten echt serieus theater gaan maken over, wat is er aan de hand? Over hoe gaat de macht om met de burger en hoe zijn wij als hoogopgeleide Nederlanders in die financiële valkuil getrapt? Of gelokt, misschien wel. En vandaar dat
initiatief De Verleiders, waarbij we een aantal nieuwe Nederlandse stukken wilden gaan maken over de bestuurskamers, over de macht, over hoe zit dat? Ja, en hoe macht misbruikt kan worden. Hoe macht misbruikt kan worden, maar ook hoe machtigen, want ik ga nooit uit van schurken. Er zijn weinig mensen die kiezen voor de duivel. Ieder mens tracht het goede. En dat daarmee rampen gebeuren, dat is iets anders. Maar ook de machtsmisbruik wordt vaak gedaan met de beste bedoelingen. Dat maakt het ook gevaarlijker. Ja. Want je hebt een goedwillend mens tegenover je, die je toch moet bestrijden. Ja. Nou ja, die reeks van De Verleiders, dat is nogal succesvol gegaan. Eerst over de vastgoedfraude, dat was de grootste Nederlandse fraudezaak die ooit voor de rechter is gekomen. Met allemaal mensen, one handshake away van de koningin. En nou, met het Philips Pensioenfonds en Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, die voor 250 miljoen bestolen werden door allemaal mannen uit het gooi. Die toneelproductie met Pierre Bokma in een meesterlijke hoofdrol, dat was gelijk een megasucces. En daarna hebben we het geldstelsel, ben ik gaan onderzoeken. Want bij die vastgoedfraude heb ik 60 dagen in de rechtszaal gezeten. En heb ik al die topshots voor de rechter zien staan. En die mensen die waren echt verbijsterd dat ze voor de rechter stonden. Ja. Als het kwartje die kant op waren gegaan, bijvoorbeeld Hakstegen, dat was de bestuursvoorzitter van Bouwfonds Nederlandse Gemeente. Als Pim Fortuyn niet was vermoord en de LPF was in de regering gekomen, was Hakstegen minister van volkshuisvesting geworden. Dat stond al vast. Maar het kwartje viel de andere kant op en hij staat voor de rechter, werd zwaar veroordeeld wegens fraude in de bouwwereld. En die man was verbijsterd dat hij voor de rechter stond. Hij kon het zelf niet geloven. Nee, en hij kon het beredeneren ook. En toen, want wij wilden eerst de vastgoedfraude gaan brengen, Tom en ik, als een soort schandstuk van we gaan rijke mensen met pek en veren besmeuren. Maar in die 60 dagen in de rechtszaal in Haarlem begon mijn moraal en mijn wereldbeeld helemaal te kantelen en barsten te vertonen. Want ik denk van, hè? Ja, maar als deze mensen voor de rechter staan, dan staan we allemaal voor de rechter. Want dit is gewoon het kapitalistisch systeem. Dat is in ieder geval een mooie illustratie van het idee dat de gangster of degene die corrupt is, niet een kwaadwillend iemand is, maar vaak gewoon onderdeel is van het establishment. En dat is ook logisch. Dus zo'n Reitman Groenink is ook een mooi voorbeeld van iemand die voor de paradigmawisseling bij ABN AMRO op handen werd gedragen. Daar heb ik natuurlijk ook wel critici. Maar niettemin was toch de man die de Nederlandse bank groot en internationaal maakte. En toen ontstond de financiële crisis en toen kwamen die barsten in zijn imago. En op een goed moment, ja, nu heeft hij geloof ik een wijnboerderij in Frankrijk. Hij is echt persona non grata. Zoiets kan zomaar omdraaien. Hij zit ook heel hoog in de windenergie nu. Je hoeft nu met hem geen medelijden te hebben. Nee, ja, ik heb ook geen medelijden met hem, integendeel. Wat ik in ieder geval even hier wil neerzetten is, wat jij ook aanvulde, jij was kritisch en dat bracht jij naar de theaters en dat werd geapplaud. Dus je werd geapplaudisseerd, dat had een succes. En volgens mij zei je ook nog dat je uitgenodigd was zelfs bij de Tweede Kamer daarvoor. Ja, dat was met door de bank genomen. Toen ging ik namelijk, toen ik verbijsterd was bij die rechtszaak van de vastgoedfraude, dacht ik, hoe werkt ons kapitalistisch systeem eigenlijk? Wat is geld? En toen ik in het geld ging verdiepen, kwam ik in aanraking met mensen van een denktank, Ons Geld. Allemaal econometristen en slimme koppen, maar allemaal een beetje nerdachtig, moeilijk in de communicatie. En die vertelde mij dat wat ik op internet had gevonden en wat ik aan de kant schoof als complotdenken en waanzin. Toen zeiden ze, nee, dat is echt waar. Zo werkt het. Ja, en jij als jouw rol om dat, ons als samenleving, een spiegel voor te houden daarmee. En waar je het gesprek mee begint, met heel veel humor. Dus niet meteen met aanklacht en op de barricade en vuist. Nee, laten zien hoe absurd het is. Dat je er eigenlijk, als je
over nadenkt, van in de lach schiet. Ja. Van hoe hebben we dit zo uit de hand kunnen laten lopen? Ik heb die voorstelling ook bezocht, dus door de bank genomen. En mij viel op dus dat je aan de ene kant een soort half college geeft met voorbeelden. Dus je geeft echt commentaar, zoals vroeger al in een Griekse tragedie gebeurde, met een koor. En Brecht. Ja, Brechtiaans. Ja. En wat de Brechtiaans aan is ook nog eens een keer die hele uitdrukkelijke personages. Dus zonder al te veel relativering iemand neerzetten. Wel met humor, maar wel echt de foute bankier en de goede MKB'er. Ja. En wat ik heel leuk vond zelf daaraan, is dat het publiek erbij betrokken werd. Later in jouw voorstellingen, dus die ook wel meer soort hoorcolleges worden trouwens, Complot 1 en 2, daarin ga je echt het gesprek meer aan. Maar eigenlijk vond ik al bij door de bank genomen, dat er heel uitdrukkelijk wordt verwacht dat het publiek lacht of beweegt. En er is enorm... en wij klapten de scène open, dat is Brechtiaans. Dus wij spelen de scène en opeens klappen we open naar het publiek en vragen we, wat had u nou gedaan op dit moment? Maar had u een andere beslissing genomen of was u meegegaan? Ja. Maar ik vond dat heel heftig en ik zal vertellen waarom. Omdat ik het idee had van iedereen ook een soort van wake-up call van waar zijn we mee bezig? Wat is er gebeurd? En dat was aan mijn kant, want ik was niet persoonlijk betrokken bij... ik was toen ook nog wat jonger, het is al 10 jaar geleden denk ik, 2012 of zo zal het geweest zijn. Oktober 2014 kwamen we uit. Oh ja, toen kwamen jullie uit. Nou ja, dus het is 8 jaar geleden. Ja. En je zag dat er heel veel woede zat in die zaal. Dus heel veel mensen die herkenden, identificeerden zich met die MKB'er. Die had een strandtent, meen ik. Ja. En die werden de nek omgedraaid door die bankiers die die lening willen betaald worden. Ja, dat is eigenlijk... En dat is prachtig, wat je dan voelt in die groep. Dat is prachtig. Dat is heel ander theater dan van het toneelgroep Amsterdam, zoals dat toen nog heette dan. Waar je toch braaf met een NRC-glimlach... Moet gaan kijken. Zitten kijken. Want dat was echt een andere ervaring. Maar van het was ook heel veel engagement ook. Ja, maar ook dus een hele verontwaardiging die je voelde. Absoluut. Wij lieten toen zien hoe die financiële crisis was daar eigenlijk de oorsprong van. Hoe een MKB'er door een bank compleet kapot gemaakt wordt. Omdat in ons systeem, als je een schuld hebt, heb je geen rechten eigenlijk. En de schuldgever, de schuldeiser, heeft alle rechten. En dat is eigenlijk een beetje de kinderopvangtoeslagfraude avant la lettre. Dus wij hadden het toen over de bureaucratie en de juridische fuik waar je in zwemt als je bij een bank een lening afsluit. Ja, voor je strandtent die je niet kan afbetalen omdat de strandtent niet open mag, bijvoorbeeld. Precies, en omdat de bank door de crisis opeens de lening terug wil... wat je helemaal niet afgesproken had, of de rente verhoogt. En dan zie je dat de bureaucratische procedures alleen maar in dienst stonden van de schuldeiser. En dat je als schuldenaar geen enkel recht meer had. Dat ging toen over de banken. Nu ben ik toevallig van plan, ik ben nu begonnen met een door de bank genomen 10 jaar later. Die gaat nu over een jaar spelen. En dan blijkt hoe die bureaucratische kanker, om het lelijk te zeggen... zich verspreid heeft in alles. Ook in de relatie overheid-burger. Wat je ziet in de kinderopvangtoeslagfraude. Nou, daar gaan we weer een zeer scherpe, bijtende komedie over maken. Maar ik vind het de taak van de kunst... om wat te doen. Bij de oude Grieken... daar is een fantastische BBC-documentaire reeks over. De geschiedenis van het theater. Daar laten ze zien dat bij de oude Grieken... het theater naast het parlement stond... Want eerst ging je dan 's middags de problemen spelen en de dilemma's, het lot, de goden of menselijke schuld. En daarna werd het besproken in het parlement. En die dingen waren één. Dus het theater werd gebruikt om je mening te vormen. Je ziet dat nu natuurlijk nog wel met scriptschrijvers ook, hè, van films en series. Die pikken natuurlijk ook de brains van... techmensen en wat er leeft in de samenleving of wat er gaat leven om ons alvast een beetje klaar te stomen voor de toekomst. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat zeg maar ook nu nog wel een rol speelt. Maar Jelle, ik ben benieuwd, hoe zie jij nou de rol van de nar? Nou ja, dat is wel aardig om dan al meteen te beginnen bij de oude Grieken of in de middeleeuwen. Kijk, het idee van een hof vroeger was, toch maar even de middeleeuwen, is dat je iemand in dienst had die daar als het ware de professionele grappen maakte. Om wat we tegenwoordig dan maar noemen de
het tegengas te geven. Of de cultuur van de tegenspraak te cultiveren. En humor leent zich daar heel erg goed voor. Want met een kwinkslag of met een bitse opmerking kun je een paar dingen doen. Je kunt de waarheid zeggen zonder dat je dat nou te direct zegt. Want je doet het op een humoristische manier. En je kunt ook relativeren. En dat hebben mensen die in het establishment zitten natuurlijk nodig. Want die gaan steeds meer geloven in hun eigen narratief. En zo'n nar, dat was iemand die er dan ook vaak ook raar uitzag. Hè? Dus een recente film waar je dat wel ziet is The Joker. Dat is verder niet op die manier een nar. Maar die termen joker of clown en nar hangen ook wel samen. Dat was iemand die liep in een handsopje rond. Of was bijvoorbeeld een dwerg of een jood. Iemand die duidelijk buiten de orde stond. En die maakte opmerkingen die dus een beetje lucht gaven. En ook wel een zekere waarheid in zich hadden. Waardoor die bestuurders ook dachten van ja, die moeten we er wel bij hebben. Nou, dus een voorbeeld zit in Goethe's Faust 2. Daar komt een nar in voor en dat is overigens Mephistopheles. Dus dat is eigenlijk de duivel. Dus een nar wordt ook wel verbonden met de duivel of met het kwaad. En die adviseert dan de mensen aan het hof om fiat geld, dat is een mooi thema voor George, te introduceren in het 18e eeuwse Duitsland. En daar wordt dan al mee geëxperimenteerd in Frankrijk, dus Goethe pikt dat op. Maar Goethe beschrijft dus in dat boek, de Faust, in het tweede deel, hoe die hofnar, de nar dus naast de lokale koning, nou, Duitsland was het lappendeken van koninkrijkjes of van hoven. Dus ook, ja, het was niet alleen maar tegenspraak bieden, maar het was ook wel een soort van de geniale vondsten bieden. En vervolgens dan later weer zo'n hofhouding en zo'n koning eraan herinneren wat ze voor keuzes hebben gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld dat geld, fiat geld, dus dat het niet gebaseerd is op echt goud, maar dat het goud nog gedolven moet worden. En dat het dus eigenlijk ook een soort moderne mythe is. En dat zolang we allemaal maar vertrouwen in de waarde van het geld, dat het dan wel goed komt, dat iedereen het dan blijft betalen. En zo'n hofnar die gaat dan op een gegeven moment zeggen van ja, weet je nog waar het geld vandaan komt? Dus dat een nar kan je helpen om creatief te worden. Die tegenspraak is dus ook productief en innovatief. Maar houd je ook met beide benen op de grond door te zeggen wat er dan wat er eigenlijk verzonnen is. En wat de er rol echt is ook veel serieuzer dan wat die later een beetje geworden is. Er was een potsenmaker met een rinkelbel. Ja, dat is het helemaal niet. Dat is weer een. Het was ook een belangrijk figuur die de koning mocht beledigen. De een als enige. Nou ja, mocht zeggen, hey, je hebt een lange word even wakker. Je staat met je beide benen op de grond. Ja. Goed lul, wat ben je nou aan het doen? Ja. En je hebt die traditie, hij is oud en nieuw. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld ook de dwerg in Game of Thrones. Dat is dan geen echte nar. Hè? Dat mag je ook niet meer zeggen. Dat is dan beledigend dat de dwerg dat zou zijn. Dat is dan de hand of the king. Hè? Maar die maakt wel degelijk allerlei bitse opmerkingen. En teruggaan naar de oudheid, wat je zegt beledigen, het is ook wel een soort relativering. Dus die nar had altijd ventiel. Dus als een oude keizer werd benoemd in Rome om daar te gaan heersen voor een jaar, dan werd hij zo in zo'n strijdwagen naar binnen gereden en dan zat er vaak een slaaf of een narachtige figuur naast, die zei dan opgaan, blinken en verzinken. Als een soort memento mori, van alles is vergankelijk, denk jij maar niet dat je een soort zonnekoning bent. Dus die nar die is niet alleen maar voor het beledigen, maar ook echt om met beide benen op de grond te blijven. Oh, dit is natuurlijk een apocrief verhaal, we weten niet wat hier nou precies van waar is, maar het komt echt wel in veel verwijzingen voor dat ook in de oudheid er zeker het besef was van zet nou iemand erbij die normaal is of die buiten de orde staat en jou confronteert met die orde. En daarom is het ook wel, het is eigenlijk nodig dat wij ook in de hedendaagse bestuurskamers dit soort narren nog behouden. Ja, eigenlijk is het heel modern om hem af te schaffen. In alle voorstellingen die ik maak, of het nu gaat over het geldstelsel, of over Big Tech, of over 9-11, heeft hubris daar alles mee te maken. Dat zijn, het zijn mensen die heel erg goed zijn, het beste willen, en op een gegeven moment wordt het succes zo onwezenlijk groot dat je loskomt van de realiteit en dan moet er altijd iemand in je omgeving zijn die je een emmer koud water in je gezicht gooit. En dat gebeurt niet meer. Dat zou de rol van de kunsten moeten zijn. Ja. Eén van de rollen van de kunsten. Nou, en wat je nu in de corona ziet, is dat al de mensen met emmers koud water, die worden koud gesteld. Die mogen niet meer gehoord worden. Er mag geen koud water meer uit de kraan komen. De emmers worden afgepakt. Maar de emmer wordt niet eens meer gevuld. Nee, precies. Dus dat wordt verboden. Ja, maar ook zonder verbod wordt het. Precies, het is een zelfcensuur. Er is zelfs al mensen die zeggen, laat ik er maar niks over zeggen. Want
Nee, maar het is, kijk, we zitten ook in een tijd waarin we geestelijk gesproken gewoon heel, heel truttig zijn geworden. Dus je ziet ook als je romans leest, het is allemaal navelstaarderij. Er zit heel veel kleinburgerlijke interesse, ook in het theater. Dus kijk, aan de ene kant kan het heel gecultiveerd zijn naar het Concertgebouw of naar een Shakespeare-stuk. Aan de andere kant, als de hertaling naar het heden heel armoedig is, dan zit je gewoon te kijken naar een museumstuk. En het establishment vindt dat natuurlijk geweldig. En is dit ook wel duidelijk dat het zeker ook het Concertgebouw en het Internationaal Theatergezelschap Amsterdam, dat zijn natuurlijk ook façades van het grote bedrijfsleven. Die pompen daar ook heel veel geld in. En het is ook heel mooi wat ze doen aan de ene kant. Aan de andere kant is het heel kleinburgerlijk. Vaak met een heel globalistische agenda. Hè? Dus het is heel internationalistisch ook georiënteerd. Maar dat is nog een ander punt. Maar kleinburgerlijk omdat historisch is? Niet historisch, juist niet historisch. Dus het hele idee van dat de wereld ook anders ingericht kan worden, komt niet eens op. Het gaat, het gaat over dingen als jaloezie of je gefrunnik in een huwelijk. Kamermuziek. Dus ging het daar niet altijd? Je vergeleek het even met Brecht. Of ik vind jou overigens ook wel te vergelijken met Brecht. Dus je maakt echt wel Brechtiaans theater. Het is echt geweldig dat je dat doet. Dus de terechte vergelijking. Maar die Brecht die zette zich ook juist tegen die truttigheidscultuur af. Dus die vond ook dat in het Duitse Keizerrijk en in de Weimarrepubliek veel te veel aandacht was voor rolbevestigende thema's. En die draaide dat radicaal om. Hè? Dus die was eigenlijk toen ook al tegen woke. En woke in de zin van, ook dan gaat het ook over, ben je een man of ben je een vrouw? Dat zijn niet de grote revolutionaire thema's, de grote maatschappelijke thema's. En als ze er wel zijn, trouwens ook in deze tijd bestaan ze natuurlijk wel. Dan gaat het over duurzaamheid. Hè? Of bijvoorbeeld over dat men bezorgd is over het populisme. En die Brecht was ook al zo iemand die dus de politieke correctheid aan de kaak stelde. Ja. En tegelijkertijd dus de kleinburgerlijkheid die daar ook doorheen zong. En daar een ander soort theater tegenover zetten. Maar misschien kan George daar beter over vertellen dan ik. Ik heb er wel eens wat van gezien. En dat is vrij radicaal in. Dat lijkt echt op wat jij doet. In de zin van hij probeert echt andere theoretische interpretaties van de wereld te geven. Dus het wordt ook een theater dat aanzet tot denken. Ja, nou heb ik bij Brecht, daar schiet ik ook wel weer een beetje van in de lach, want die is later een beetje ontmaskerd. Dat hij, 80% van zijn stukken zijn door zijn vrouwen geschreven. Dat is toch alleen maar mooi? Hij maakte daar de goede sier mee. Hij wisselde ook vaak van vrouw als het stuk af was. Want dan zocht hij weer een andere. Het waren zijn muzen. Niet zijn muzen. Ja, ze schreven ze ook. De ghostwriters, ja. Ja, hij was. Daar zou een mooie film in zitten. Hij duwde ze aan de kant en ging met zijn stuk naar de wereld. Goh. Maar. Ja. Dat hebben er wel meer grote kunstenaars gedaan. Rodin, Auguste Rodin. Ja. Met Claudel. Maar ik vind wel dat hij heeft ook bijvoorbeeld nog hele mooie poëzie geschreven. En volgens mij heeft hij dat toch zelf gedaan. Maar goed, misschien weet jij dat al tegenvalt. Ja, heel politieke poëzie. Dus het was nogal in mijn tijd, dat is begin 90er jaren geweest, werd dit ontmaskerd. En dat was. Toen viel meneer wel een klein beetje van zijn voetstuk. Maar goed, laten we daar niet over. Laat proberen een beetje absoluut hele goede. Nou, ik voel me zeer verwant. Ja, de lijn is natuurlijk dus dat jij ook politiek geëngageerde kunst maakt, toneel. En dat heel veel anderen eigenlijk meer kleinburgerlijk politiek correct. Ja, dat is dat épatele bourgeois. Dat bij ITA gaat kijken, of bij het Concertgebouw, of waar dan ook. Je hoeft je helemaal niet ongemakkelijk te voelen. Als je daar zit als rijke grachtenbewoner, dan is het prachtig, is het mooi. Maar er wordt niks aangetast. Nee, het gaat ook in die zin niet over de wereldse thema's. Geld, macht. Ja, wel, maar in de zin van Othello. Dus, het is bevestigend. De jaloezie van de man naar de vrouw en wat een rol van een vriend daarin kan zijn. Ja. Maar niet de jaloezie van eigendom van huizen. Nee, niet echt rammelen eraan van jongens. We komen je halen, we gaan je pakken. Nou, dat vind ik dus ook wel grappig. Dus dat, wat net al even op tafel kwam. Dus dat door de bank genomen is ook dus politiek opgepikt. En op een goed moment heeft dus zelfs de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid een rapport geschreven. Onder leiding van Arnoud Boot, die is hier ook wel eens geweest. Ja. En die heeft eigenlijk dus professioneel moeten reageren op het stuk van jullie, hè? Dus die, ja, dus, dat rapport gaat dus over wat is geld. Hij beantwoordt daarin eigenlijk de vraag van iedereen die zit maar die verleiders te kijken en zegt dat geld is een fictie. Ja. En kan de WR nou eens uitzoeken hoe dat zit? Is het nou wel of niet een fictie? Die schrijven dan een heel lijvig rapport. Er is 3 jaar over gedaan, een heel dik rapport, geld en schuld. Ja, maar is wel ontstaan door jullie stuk. Door een toneelvoorstelling. En zo zie je wel dat de kunstenaar echt wel een politiek debat kan sturen. Ja. Maar eerst, dat was echt helemaal uit het boekje. We maakten die voorstelling en gelijk
dat werd een steen in de vijver. Iedereen wou erheen. En toen gelijk op de websites van de Rabo en de ING en de ABN. Beste klanten, maakt u zich niet ongerust. Dit zijn potsenmakers. Die hebben de klokhorenluiden, weten niet waar de klepel hangt. Uw geld, weet je dat je raak zit. Ja, uw geld is veilig bij ons. U moet niets geloven van wat zij zeggen. Nou, binnen een half jaar moesten ze dat allemaal weer terugdraaien. En stond ik inderdaad als simpele acteur in dit pak ook nog voor de Tweede Kamer. De plenaire vergadering toe te spreken over dat ons geldstelsel niet deugt. En dat we dat eigenlijk eens, en dat nog nooit. En daarom mocht ik daar staan. Na een burgerinitiatief waar we 140.000 handtekeningen mee ophaalden. En toen mocht ik dat onderwerp, de geldcreatie, agenderen in de Tweede Kamer. Omdat het sinds onze democratie nog nooit besproken was daar. Dat is de voorwaarde, daarom stond ik daar. Toen heeft inderdaad Dijsselbloem de WRR opdracht gegeven. Die dachten dat doen we binnen een jaar. Daar hebben ze 3 jaar over gedaan. Vervolgens zit ik in 2019, werd ik uitgenodigd bij Hoekstra. Met de mensen van de WRR en de mensen van de denktank Ons Geld. Zaten we aan zijn tafel. Hij zegt, Hoekstra zegt, die pakt het boek. Die zegt, u heeft fantastisch werk gedaan. Dit is een geweldige studie. Daar mooie dingen in. Maar ik ga hier vervolgens mijn reet mee afvegen. Zei hij niet letterlijk. Maar in de taal van het is nu onverantwoord om iets met dit rapport te doen. De wereld is zo fragiel en wobbly-bobbly. Maar ik vind toch dat je niet te min ver gekomen bent dat het überhaupt dus tot zo'n rapport gekomen daarom is. Daarom ben ik nu bezig met door de bank genomen 10 jaar later. Want dan komt het rapport weer uit de la. Dan komt het rapport uit de la. En waar wij toen zeiden, jongens, het geldstelsel moet publiek zijn. Het zaken doen met het geld is privaat. Iedereen mag rijk worden, dat mag. Maar het stelsel is publiek, is van ons allemaal. En dat is niet zo, dat stelsel is ook privaat. En er worden miljarden mee uit de markt, uit ons gezogen. Nou, uiteindelijk heeft de WRR, zegt ook in dat dikke rapport, nou, de verhouding publiek-privaat klopt niet, zouden we recht moeten zetten. Wat is vervolgens gebeurd, en daar ben ik ook zeer naïef in geweest, en dat zie je nu bij dat de centrale banken het hebben overgenomen. Nu is niet dat wij als collectief, als de overheid, als de democratie, het geldstelsel en de banken hebben overruled, terug in hun hok hebben geschopt. Nee, er is een andere financiële macht over ons heen gekomen. En dat zijn de centrale banken. Ja. En die zijn nu die hebben die geldcreatie tot in absurde proporties opgejaagd. En nu is het geldsysteem aan het klappen. En krijgen we straks door de centrale banken dat Central Bank Digital Currency systeem over ons uit. Ja, we moeten maar kijken of het nog gaat klappen. Dat is altijd de vraag, hè, Sjors? Maar in ieder geval is het wel maar, zo één... Ja, hou even, maar ik vind toch heel... Nou, de inflatie, gisteren op de Volkskrant, 7,6%. Ja, nee, het is heel heftig. Ja, het is echt, en de stijging, het is een exponentiële stijging in de inflatie. Dat is Weimar. Ja, nee, even heren, ik vind het een heel interessant onderwerp zelf, maar ik wil het vooral ook over het fenomeen hebben. Mm. Hè, want ik vind wat jij hier doet, is toch echt in de traditie ook van de NAR, zoals jij het net hebt beschreven. Dus kritisch zijn naar het systeem. Ja, ja, ja. En buiten het burgerlijke, dus ja. Niet over jaloezie nou, en niet kijk, over... Er is een klein verschil. De NAR, ik ben mij als NAR gaan verdiepen in waar de koning en zijn ministers het over hadden. En dat is niet de bedoeling. Nou, dat deden ze toch voor. Nou, ik denk wel dat... Je hebt een concept in de jaren 60 filosofie, dat heet repressieve tolerantie. Ja. En ja. Dat komt eigenlijk hierop neer van als een kritische wetenschapper is, en neem bijvoorbeeld iemand als Ewald Engelen, die heel goed is in wetenschappelijk ook een politieke agenda uitzoeken en onderbouwen. Hè. Dus hij is geen politiek wetenschapper, maar hij is wetenschapper die ook zich politiek uitspreekt. En dat kan eigenlijk heel goed. En ik denk dat veel bestuurders ook denken, nou prima, hè? Die man is hoogleraar en laat hem maar keffen. Want ja, zo verandert er toch niks. En repressieve tolerantie is dus geef hem een telefoonnummer en een functie. En zo iemand die houdt zich wel koest. En dat gebeurt natuurlijk ook met heel veel kunstenaars. Dus de nar mag de nar zijn, zolang hij maar niet te dichtbij komt. En als je hem financiert, dan is het toch wel, ja... Ja, je bent dan toch je broodheer aan het bekritiseren. Dus nou, net zou dat zijn. Jij probeert dat niet te doen. Dus wij werden binnengehengeld door de ABN AMRO, door de bank genomen. Want een van de grote maatregelen die de bankenwereld heeft genomen, na al deze kritiek, was het invoeren van de bankiers-eed. Dus je hebt in de medische wereld de eed van Hippocrates. En nu kwam er
ook een eet voor mensen die in de financiële wereld gingen werken. En die moesten zeggen, ik zweer dat ik de klant altijd eerlijk zal. Nou ja, terechte ontwikkeling. Een schaamlab, er wordt niet zoveel mee gedaan. Maar toen zei de ABN, mochten de verleiders, wilt u op het hoofdkantoor komen? Nou, wij gaan de bankiers eten. Dat gaan we doen met een ceremonie voor iedere nieuwe werknemer. Maar dat willen we gaan, de kick-off van de hele bankiers eten, zouden wij het heel mooi vinden als jullie, en hier is een zak met geld, als jullie als verleiders voor de ABN AMRO de bankiers eet van leuke sketches zouden willen voorzien. Nou. Ja. Dat is een soort van greenwashing in de ethiek. Een soort ethiekwashing of artwashing. Ja, dat is de narwashing. Ja, heer, even. Ik wil toch even iets inbrengen van wat jij net ingevoerd. En jij ook. Op het moment dat er subsidie gegeven wordt, worden tegenwoordig natuurlijk ook heel veel richtlijnen gegeven. Het moet gaan over allochtonen, of het moet gaan over woke, of het moet gaan over... Het moet in het Engels. In ieder geval, divers, duurzaam, pro-Europees. Ja. Ja, dus het krijgt allemaal richtlijnen mee, waardoor je dus juist niet die rol kan vervullen van degene die de rol van de nar, die juist kritisch moet kijken en zelfs ook een beetje kan beledigen. Ja. Werk ik zonder subsidie. Maar het is zelfs nog erger. Ik wil geen subsidie. Nee, nou ja, het is fijn dat je dat kan permitteren, ook die principes. Want ik denk dat er best wel kunstenaars zijn die het ook zouden willen kunnen zeggen. Dus het is natuurlijk ook vaak noodzaak, hè, subsidie. Dus maar een ander stuk van Goethe, Torquato Tasso, gaat daarover. Een dichter, de topdichter, wordt ingehuurd door de keizer. En dan zegt de keizer bij bepaalde regels, nou... Doe die maar niet. Haal die regel even weg. En dan zit je dus in de val. Dan word je gecensureerd. En dan word je gecensureerd, omdat je broodheer niet in de hand mag bijten. Maar er is ook nog een vorm van censuur, nog even kort. Dan gaan we zo, wat mij betreft, ook even verkennen wat dan die inhoudelijke censuurcriteria zijn. Hè? Dus dat het allemaal woke moet zijn en zo. Maar dat is eigenlijk dat je ziet dat binnen het establishment, binnen de macht in Nederland, is een bepaalde kunstopvatting ontstaan, die dus ook in die zin repressief tolerant is. Dat ze zeggen, maar het is ook heel goed dat het er is, maar dat is vermaak. Ja. Dus dat is niet, het is niet zoals vroeger in het oude Athene of in het oude Rome. Dus dat de tragedieën bezocht werden door de politici. En dat die daar ook iets aan overhielden. Je moet trouwens ook geen illusies maken over de integriteit van dat soort heersers vroeger. Maar even als theoretisch voorbeeld. Het is nu heel duidelijk zo dat zo'n Wopke Hoekstra ook gewoon zegt, ik lees eigenlijk geen literatuur. Ja. Dus die scheiding is dus heel sterk, waardoor ze dus ook dit kunnen laten bestaan. Als je dan zegt bijvoorbeeld, want George heeft bijvoorbeeld ook een soort van kunst, maar ik zou bijna zeggen zijn eigen alternatieve theorie over 9-11, die hij uit de doeken doet op YouTube. Ja, dat zijn natuurlijk je shows. Daar kom je zo meteen op. Maar en dat wordt ook dan gezien als van dat is geen serieus te nemen kennispartner. Hè? Als wij nadenken over macht en machtsverhouding in de wereld, dan gaan we niet bij George van Houts te raden of bij niemand anders dan bijvoorbeeld bij de WER. En op die manier wordt dus iemand eigenlijk weggezet als kunstenaar. Terwijl die nar vroeger, die zat veel meer dichterbij en werd ook gebruikt als, oké, misschien kun je daar je idee aan toetsen. Een soort slijpsteen. En dat is wel heel raar hoor, dat de kunst zich zo ontwikkeld heeft dat het een eigen bubbel is geworden. Ja. Nou, ik vind dus juist George niet, als je dus heel het verhaal hoort, ook over die bankieren. En ik bedoel, het is zo geëngageerd, iedereen moest erop reageren. Dus daar heeft het... Perfect gefunctioneerd in die traditie die jij beschrijft. Ligt aan je interpretatie. Dus net waren we ook tot de slot gekomen dat het rapport in de la ligt. Toch ver gekomen. Hij gaat niet voor niks nieuw, maar je bent zeker ver gekomen. Nee, maar daarom komt het leuke dit met het Brechtiaanse theater. En wij werden op het schild gehezen van, ook door de kunstwereld, van de verleiders. Gelukkig weer, het gaat over de wereld en de politiek en het gaat over iets. Maar totdat ik aan onderwerpen begon die niet... mogen worden. Belangen. Zoals 9-11 of... Nee, die mensen echt ongemakkelijk maken. Mensen zeggen 9-11, daar wil ik eigenlijk helemaal niet over nadenken. Vervelende man, rot op met je... Ja, daar komen we misschien gewoon bij complottheorieën. Hoe het ook heet, complot. Ja. Daar had je ook nog je gedachten over laten gaan. Wacht even. Voordat we daarover verder gaan. Dat was al bij Door de Bank genomen. Toen wij zeiden, het geldstelsel klopt niet. Werd dat toen al op ons afgevuurd? Dat zijn complottheorieën. Toen was het al... Van geld wordt door banken gemaakt uit lucht. Oh, meneer Van Houts heeft wat complottheorieën. En dat bleek geen complottheorie te zijn. Zoals ik denk dat er wel meer...
Nou, dit is een belangrijk punt, denk ik, als je nadenkt over complotten. Dat je zou een soort definitieladder kunnen maken. En dan, kijk, er zijn duidelijk ideeën van mensen, laat ik ze alternatieve feiten noemen, die door de mensen waar het over gaat eigenlijk worden gedisqualificeerd als complot. Dus een complot is eigenlijk, jij legt dat trouwens in je show zo prachtig uit, is eigenlijk een frame van degene die in het zadel zit. Ja. Er zijn natuurlijk ook complotten die wel echt bestaan. Nou, dus die zijn er ook. Dus er zijn mensen die complottheorieën huldigen. En ik denk ook dat jij in shows vaak wel een beetje heen en weer surft. Dat je ook wel in ieder geval geniet van het bestuderen van duidelijke complotten. En dan kijkt, wat is er dan waar aan? Aan de andere kant van de ladder heb je ook gewoon echte theorieën, alternatieve verklaringen. En eigenlijk wil je dat het publieke gesprek, zeker bijvoorbeeld rondom corona, wat meer gaat over van daar, wat zijn nou de feiten en hoe kijken we daar vanuit een paradigma en een uitgangspunt nou naar. En daar wil je meer gesprek over. Wat je ziet is dat het gesprek eigenlijk geclaimd wordt door mensen die één waarheidsclaim hebben, één tot uitgangspunt van even denkkader nemen. En de rest eigenlijk zien als alternatief of zelfs criminaliseren als complot. Ja, dat is heel problematisch. Ja. Dat is heel problematisch. Nou, geen serieuze dialoog. Ja, buiten dat heb je ook heel veel complottheorieën die werkelijk van de pot gerukt zijn. Nee, daarom daar wees ik ook even op. Ik moet ze af en toe de gekken met stokken van mijn lijf houden. Want er zijn heel veel mensen die waanzinnige theorieën aanhangen. En die heel erg dankbaar zijn voor de tegenstander om te zeggen, oh, jij gelooft zeker dat de aarde plat is. Ja. Ja, sommige mensen zeggen ook dat is controlled opposition. Hè? Dus die gekken die krijgen een website. En dus weer een soort repressieve tolerantiestructuur. Van, geef ze een website, laat ze hun ding doen, dan houden ze zich koest. En vervolgens, als er dan een alternatief feit opduikt, dan kun je nog naar die complotten wijzen. Ja. Van, ga maar naar de website Ellaster of zo. Van, dat is dan zo'n complotwebsite. Ja, maar we racen door de tijd heen. Ik wil toch heel graag stuk echt van wat is hier nu gebeurd door jouw collega's in de tijden van corona, dat de humor totaal de zaal verlaten heeft. Dus het relativeren, het ventiel, wat we volgens mij juist heel erg nodig hadden, dingen met humor brengen in zo'n hele zware, serieuze tijd. Al die elementen die hier nu voorbij zijn gekomen, die heb je juist nodig in zo'n tijden van crisis. Ja, en dan is het heel verbijsterend dat Joep van het Hek, hooglijk gewaardeerd collega, altijd met de zaal toch ook wel de macht en de bucklers en het bedrijfsleven voor gek zetten. En opeens in de corona draait hij zijn lied om van Flappie in Wappie. Ja. En dan gaat hij opeens naast de machthebber staan en dan gaat hij de mensen die vragen stellen of zich zorgen maken voor gek zetten. En dat vond ik een verbijsterende ontwikkeling. En wat gebeurt hier? Waarom gebeurt dit? Ik vind dit heel fascinerend. Is dit angst? Angst voor de dood? Angst voor... In het geval van Joep vrees ik wel, ja. Dit is natuurlijk wel een man die ook gezondheid zelf thematiseert in zijn column en in zijn werk. Maar ja, het is inderdaad van Flappie naar Wappie. Ja, het is angstaanjagend dat gebeurt. Dus ik denk dat een deel van de verklaring toch is dat er met beste bedoeling coronabeleid gemaakt wordt. En dat als je terugkijkt naar de bankierswereld, mensen die economie en bedrijfskunde studeren, dat is sowieso al niet iets om echt trots op te zijn. Dus daar hangt al een soort smaak aan van. Ja, dat denken zijn die kapitalisten. We. Maar dat waren, wacht even, dat maar waren dat, ook maar, allemaal prima, prima toch, mensen. Maar, alleen nee. Wij morrelden aan hun, dus het was cognitieve dissonantie. Ja. Ja. Het kon gewoon, het was niet denkbaar dat de wereld anders in elkaar zou zitten. Dat een bankier zegt, meneer, ik zit al 40 jaar in dat vak. Denkt u nou heus dat ik geld zit te maken uit lucht? En die man had ook gelijk vanuit zijn ervaring en standpunt. Alleen, allemaal later moesten ze wel toegeven, ja, inderdaad, zo zit het systeem wel in elkaar. Maar ik val nooit de mens aan. Er zijn geen kwaadwillende mensen. Dus ook in de corona denk ik dat iedereen vanuit zijn beste bedoelingen werkt. Ik snap behalve misschien de big pharma die gewoon... Ik snap helemaal wat je zegt, George, maar een van de problemen is het is toch een publieke beroepsgroep, hè, waar het hier om gaat bij coronabeleid. Dus je bent niet snel geneigd om kritiek te hebben op een outbreak management team waar allerlei wetenschappers in zitten en Rutte. Dus dit is echt een
een collectieve aanpak geweest. En daarin verschilt het wel van de rol van de bank in de financiële crisis. Dus dat er veel, ja, want, dat veel ja, mensen die eigenlijk grappen zouden moeten maken en spot moeten drijven met machthebbers, dat die niet meededen, begrijp ik al wel. In die zin begrijp ik het best. Wel in de acute fase. Er was bijna een watersnoodramp. Januari 2020. We wisten niet wat er uit China op ons afkwam. En dus was het alle hands aan dek. Geen vragen stellen. We moeten allemaal dit en dit doen. En dat begrijp ik. Maar zodra de tijd verstreek. En er je echt wel vragen kon stellen. Is het een rare breuk geworden, dat er een soort fort is gebouwd en dat fort is steeds groter met dikkere muren. Daar zitten het OMT en Rutte. En het gewone vragen stellen, wat in een democratie toch normaal is, of zelfs in de wetenschap normaal is, dat werd, er werd kokend pek van de muur af overheen gegooid. Ja, maar zelfs daar kan ik dan nog in mee, maar dan vind ik juist altijd de rol van de nar om dit te doorbreken. Die ziet dat gebeuren. Nee, al mijn collega's zijn het kasteel ingevlucht. En die staan op de muren nu mee pek te gooien. Ja. En hoe zien we dat? Nou, dus het is een blikvernauwing op psychologisch niveau. Dus mensen gaan allemaal in die tunnel en die gaan allemaal door dat rietje kijken. Maar er zitten ook bepaalde elementen in het coronabeleid. Bijvoorbeeld die angst waar je op wees, maar ook bijvoorbeeld het thema kwetsbaarheid. En die thema's die spelen al bij die kunstenaars al langer. Hè? Dus dat het zo geframed werd als de kwetsbare ouder beschermen of de kwetsbare mensen voor kunstenaars, denk ik, is dat toch. Dat was een soort van rode doek voor een stier. Die zijn al zo erg bezig met het opnemen voor minderheden, voor kwetsbaarheden, in heel veel andere toneelstukken en poëzie en literatuur, voor mijn gevoel, dat daar ook een continuïteit was voor hen. We gaan nu van de minderheden naar de ouderen. Dus in die zin heeft corona ook, de aanpak van corona, zeker in Nederland, heeft ook iets woke. Er zit iets. Ik denk wereldwijd is toch een beetje hetzelfde. Ja, nou ja, dus het in ieder geval het beschermen van mensen, het niet willen beledigen, één lijn trekken. Het is makkelijker zo die boeven van die bankiers, wat jij net zelf ook schetst, en jij in de bres. Ik weet niet wat jij daar vindt, zoals ik dit zo zeg, maar ik bedenk het ook maar ter plekke. Maar er lijkt ook een inhoudelijke continuïteit te zijn van thema's. Dus dat die kunstenaars ook best uit de voeten konden met het idee dat we het nu voor de kwetsbaren opnemen. Ja, daar waren ze toch eigenlijk al decennia lang mee bezig. Dat is voor een deel zo, maar wat ik het meest om me heen zie, is gewoon sociale angst om uitgesloten te worden. Dat is het woke-thema. Je bent een goed mens met een mondkapje en een slecht mens zonder mondkapje. En dat speelde zich in de kunstwereld enorm af. Alleen had ik nooit gedacht dat aan mijn kant van de streep er zo weinig zouden zijn. Ja, misschien is het ook wel omdat die kunstenaars allemaal dus zitten te studeren op wat ze doen, maar zich eigenlijk afgesloten hebben van andere vormen van kennis. Dus die geen studie hebben gemaakt van het corona. Zou dat ook kunnen? Dat ze zich niet echt interesseerden voor het thema? En ja, dat eigenlijk ook maar uitbesteed hebben. Zo van, laat de experts dan maar doen, want ik maak nu eenmaal mijn voorstelling. Ik ben al druk genoeg en ik verdien al te weinig. Want dat is een beetje ook de wetenschapperdynamiek, vind ik, hoor. Veel wetenschappers mijn ding doen. Dat is een kritiek die ik altijd krijg. Of het nu van collega's is of van bankmensen of van 9-11 tegenstanders, altijd van, jij bent een kunstenaar, wat weet jij er nou van? Ja. Dan zeg ik, ik ben ook, naast kunstenaar, ben ik een burger in een democratie. Ik kan lezen. Ik heb een opleiding genoten. Dus ik kan stof tot mij nemen en daar vragen over stellen. Ja, maar ook taaie materie. Kijk, ik heb zelf natuurlijk intensief te maken met de bankiers. Heel mijn carrière. Ik heb dat als mijn kunstenaarskant heeft dat nooit vervelend gevonden. Ik heb zoiets, dan moet ik me in die materie bijten en dan moet ik kijken wat voor taal en vocabulaire zij gebruiken, zodat ik gewoon met hun kan levelen. Dat heb jij natuurlijk in je werk ook. Jij bijt je in die materie die taai is, die veel gezien wordt, en zeker door alfa-georiënteerde mensen. Dat is taaie materie. En ik denk ook zo'n coronadossier. Ja, dat is hocus pocus. Daar heb ik niet veel verstand van. Statistiek? Statistiek is ook weer heel beta, zeg maar. Kan niet eens uitlezen. Ja. Is het ook dat ze misschien geen grip krijgen op het thema? Maar ik vind dat jij juist altijd degene bent van, daar ga je er maar gewoon in verdiepen. Ja, mijn taak is het dan dat ik door mijn talent het communicabel kan maken naar de zaal toe. Door het te versimpelen, er een komedie van te maken.
archetypisch, de problemen, de voort... Ja, maar als je ermee gaat spelen, dan moet je het eerst al wel echt beheersen. Nou, op een gegeven moment moet ik, maar dat is ook... Maar is nog een ander aspect wat jij volgens mij heel erg belichaamt en veel andere kunstenaars niet. En dat is het combineren van het fantasierijke met het ondernemen. Want als ondernemer leer je risico te nemen. Leer je dus die angst te vertalen naar van wat kan nog wel. Wat zou over een paar jaar kunnen gaan spelen. En hoe kun je wel met de billen bloot? Waar kun je wel kwetsbaar in opstellen? Dat is echt, zijn eigenlijk typisch ondernemerskwaliteiten. En kunstenaars zijn misschien ook wel, misschien door de subsidie, maar ook denk ik vanuit hun karakter, ja, die zijn niet heel erg in die zin bezig met het inspelen op ontwikkelingen waar ze zelf ook op handelen. Dat is toch allemaal op het podium. Maar waarom het podium er zelf komt? Jij bent toch, je begrijpt jezelf volgens mij ook als ondernemer, toch? Ja, ik ben een cultureel ondernemer, al sinds 1990, geen subsidie. Heb je het idee dat andere culturele ondernemers wel ook die tegengas hebben gegeven? Wel nee, meer... in alle andere cultuurondernemers, de theaterproducenten, die hier, zoals het in een commercie werkt, die denken vanuit wat wil het publiek zien. En ik ben de enige, en Tom de Ket ook, die zeggen, nee, wij willen kaartjes verkopen op wat wij te zeggen hebben. Ja. Eigenlijk zeggen we publiek, zitten, betalen en je mond houden. We gaan je iets even laten zien. Dat is iets anders dan het normaal werkt in de commerciële kunst. Is dat je denkt, wat willen ze zien? Oh, een verhaal over liefde en verraad en een mooie vrouw en een schuldige man. Het is toch eigenlijk wel grappig, hè? Want je bent juist iemand die heel erg politiek theater maar aanvoelt wat er speelt vanuit de onderbuik. Wat ik zelf heb gezien dan, vooral bij... door de bank genomen. En dan toch zeg je van, ik vertel eigenlijk wat ik bedacht heb. En ja, dat is dan gewoon vanuit jouw antenne opgeschreven en gemaakt en uitgevoerd. Maar eigenlijk is er heel veel aansluiting bij mensen juist. Ja, maar dat is de vakmatigheid. Ik moet zorgen dat het een hele enerverende theateravond wordt. Alleen maar op de kansel gaan staan en zeggen dat de dingen niet deugen. Daar komen de mensen geen kaartjes voor. Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Dus ik maak ook, lingerie waarvan ik vind dat de wereld dat moet zien. En dan moet ik voelen van dat daar ook een publiek voor te maken is. Hè? Dus daar vind ik me wel in. Ja. Maar je spreekt over hè, de volgende voorstelling, pak je dat bankierstuk weer op. Maar ik zit te wachten tot jij iets gaat doen met betrekking tot corona. Want ja, we hadden een hele voorstelling klaar actief. Anderhalf jaar geleden. Die heette Panden Paniek. Maar doordat we niet mochten spelen en ik een soort existentieel angstmoment heb gekend. De tweede try-out van Panden Paniek speelden we in Dordrecht. En dan was de regel dat er maar 30 man binnen mocht. In een zaal waar er 700 mensen in kunnen. En die mensen waren ook nog zo in de zaal gezet, in hun eentje. Dus vanaf het toneel gezien was het horror. Er zaten 30 zombies. En dus was het ook nog eens een keer existentieel horror. Omdat wat er in de zaal te zien was absurder dan wat wij deden. Dus, nou ja, toen ben ik helemaal door het ijs gezakt eigenlijk. Misschien dat ik daarom ook, dat heeft een beetje mee te maken dat ik later ziek werd. Maar ik was helemaal, ik dacht, dit is... Maar je bedoelt echt een existentiële mentale crisis? Ja, dat is een existentiële mentale breuk geweest. Nu ben ik er weer helemaal bovenop, gelukkig, en super strijdbaar. Maar toen dacht ik eventjes, hier wordt iets fundamenteels vernietigd. Ja. Maar gaat het jou lukken om daar ook weer creatief iets over neer te zetten? Want dat vind ik zelf het probleem met, je zegt panden, paniek. Het probleem met, ook met de discussie over corona. Het is ook zo, het versloomt zo. Het is allemaal zo hetzelfde. Je moet het maar blijven uitleggen. Dus hoe hou je daar... Hoe krijg je daar weer een nee, dus ik ga het niet over, idee, ik ga het niet meer over corona hebben. Dat is... Maar wel over wat... door de bank genomen 10 jaar later... en hoe het nog veel erger is geworden. Je pakt het systemisch aan. Systemisch, maar het wordt wel weer een spetterende komedie. Dat kunnen we opbrengen. En die existentiële crisis van jou, speelt die daar ook een rol in? Wat jij toen hebt gezien? Of wat je... Nee hoor, dat is meer de omstandigheden. Ik voelde gewoon dat ik als kunstenaar met mijn hoofd lag op het hakblok. Ik werd in eenzame opsluiting gezet. Ik dacht, als je dit zo... Vond je dat eigenlijk heftiger? Dat vind ik wel leuk om te horen. Vond je dat heftiger dan toen wanneer mensen tegen jou gingen zeggen dat jij een complotdenker bent? Vond ik veel heftiger.
Want ik kan iedereen aan. Daarom ging ik bij Complot ook altijd discussie aan. Met tegenstanders. En daar ben ik helemaal niet bang voor. Hey, hoe komt dat? Waar haal je die dikke huid vandaan? Dat je iedereen aan kan daarin. Want dat vond ik voor jou, in jouw loopbaan, vond ik heel heftig. Dat je opeens zo werd gedisqualificeerd. Ja, dat dacht ik ben enorm gedisqualificeerd. Wat zal dat dan pijn gedaan hebben? Nee, ik werd daar wel heel erg strijdbaar van. Oh, ja. Het was, maar mijn omgeving, de mensen waarvan ik hou en die van mij houden, die hebben zich enorm zorgen gemaakt. Hmm. En die voelden zich ook plaatsvervangend gekwetst. Maar ik ben er nog en ik kom terug. Ja, goed dat je hier bent, George. En 9/11 is nog lang niet afgelopen, dat verhaal. Nee, dat is wel je meest controversiële show, hè? Ja, ja. Hoe komt dat? Omdat ik denk dat de samenleving weet dat er iets niet klopt. Maar dat het is, dat het doodeng is om daarover na te denken. Er zijn ook hele wijze, hele slimme universitaire mensen die op mij afgestapt zijn. En zeggen, wat wil je hier nou mee bereiken? Weet je wel wat je losmaakt als je gelijk hebt? Sommige dingen kunnen we maar beter als water onder de brug, ja, voorbij laten stromen. Ja, dan schrik je wel zeker als ze dat zeggen. Ja, ik ben van een paar mensen die ik hoog acht, die dat tegen mij zeiden. Ook mensen die in Washington hebben gewerkt, bij de Wereldbank. En die hebben gezegd van, je speelt met vuur. Laat het maar rusten. Hm. Ja, ik denk ook dat wij een spiegel willen voorgehouden krijgen binnen bepaalde kaders. Precies. En dat is ook waarom ik heel vaak cabaretiers gewoon helemaal niet grappig heb gevonden eigenlijk heel mijn leven. Dat was altijd bij mij een beetje een probleem, want dat vindt iedereen heel grappig en ik kon me daar nooit toe verhouden. Ik vind het uiteindelijk altijd heel braaf. En jij bent echt wel degene in Nederland die dat gewoon wel heel erg opgerekt. Maar dan wordt het ook oncomfortabel. Het is zeer oncomfortabel voor en mensen. En dat is ook iets wat we... Het moet een snelle lach toch zijn. En het moet een beetje wat je grappen kan maken bij het koffiezetapparaat. En een beetje ons kent ons. En binnen een bepaald soort milieu is het ook heel erg. Hè? Binnen het theaterpubliek kijker is dat dan grappig. Ik vind dat, ja, dat, en daar ga jij ver van af. Ja, maar niet altijd hoor. Ik heb ook natuurlijk 15 jaar Radio Bergijk gemaakt met mijn grote vriend Pieter Bouwman, met Matt Wijn. En dat was een absurde wereld. Ja, maar dat viel binnen de kunstenaarswereld weer heel goed. Ja, dat werden mensen gewoon, omarmen je dan, van dat is gewoon de absurditeit en dat is heerlijk. En dat is André van Duin, het is charmant en heerlijk. Ja. Maar ja, je hebt het allemaal in. Maar nu binnen het team van Radio Bergijk hebben we ruzie, omdat ik me kritisch uitlaat over de wereld. Ja, dat begrijp ik wel, want dat is een andere wereld. Dus jij hebt het talent om in ieder geval in meerdere werelden te hoppen of het op te rekken en het oncomfortabele op te zoeken. Voor mij mag het naast elkaar bestaan. Ja, dat ben jij. Ja, dat is wie jij bent. En ik denk dat dat heel uniek is. Nou, we zijn best wel uitgelopen, dus ik wil nu toch afronden. Beide ontzettend bedankt. En ik denk dat we toch wel wat, voor mij in ieder geval, is de problematiek ietsje duidelijker geworden. Van waarom is het zo stil bij kunstenaars. Dank. Ja. Dank jullie voor het gesprek. Leuk, George. Ja, hartstikke goed. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens!